Van Gestapo naar Stasi naar EU en NATO. De Tweede Wereldoorlog is nog altijd in volle gang. En vrijheid voor de Donbass. Hashtag stop Russian hate Donbass. Wist je dat zelfs tot aan 1944 werd de Holocaust in het Westen nog gewoon gezien als een complottheorie? Ja, ik vind het heel apart. En ik kan me voorstellen dat in de jaren 40 dat er ook overal symbolen hingen en vlaggen van de Duitse nazi's. En nu moeten we onze steun uiten voor de Azov-nazi's. Van het Oekraïense regime, van de westerse dictator slash acteur die daar aan de macht is en daar allerlei geluiden censureert en steden in lockdowns gooit en zijn eigen volk al jarenlang afmaakt. En mensen hebben gewoon geen idee. Ik bedoel, je kan net zo goed een swastika op zo'n pand, op zo'n gebouw projecteren. Daar ben ik niet echt fan van. Casino's, want het is natuurlijk om mensen in de schuld te werken. Landen moeten schulden hebben en mensen moeten schulden hebben. En alles moet vernietigd worden. En daarom zie je nu ook constant reclames op tv. Ga maar gokken. Het hoort er allemaal bij. Alles moet vernietigd worden. Het monetaire systeem, onze samenleving, de economie. Build back better. En destijds mocht je van onze eigen nationale verraderskranten niks verkeerd zeggen over die lieve Duitse leider van toen. En er wordt dus ook nu weer via de media een publieke opinie gevormd. En daar moeten wij ons allemaal aan houden. Want je wilt wel deugen, toch? Je moet wel deugen. Dus we moeten ook een kant kiezen. Terwijl het is een oorlog. Het is een bloederig, naar conflict. En wij financieren dat. Wij helpen dat te financieren. Kijk, en hier weer. En ze hebben ook de Oekraïnse vlag bij diverse gemeentehuizen gehangen. En eigenlijk is het landverraad, maar het is ook heel symbolisch voor waar de belangen eigenlijk liggen. Want er hangt geen Nederlandse vlag. Dus het gaat niet om jou. Het gaat niet om de inwoners van Nederland of van die gemeentes. Die moeten gewoon hun belastinggeld ophoesten om conflicten te financieren tegen andere landen en regeringen die de belangen van het Westen in de weg zitten. En in de woorden van onze eigen demissionaire dictator, moet jij gewoon je bek houden en dokken. Betalen maar. Ik zeg daarbij wel trouwens dat het niet mijn leider is. Ik doe daar afstand van en alles wat ze daar uit kramen, al die gekkigheid, ik doe er afstand van. Ik heb er niks mee te maken. Ik heb geen oorlog met Rusland. Ik heb ook niet links gestemd. Zeg je eerlijk, als je dit soort dingen op je raam hebt staan, dan vraag je er ook echt om. Dan heb je het nodig. En het voordeel wat zij dan hebben is dat wij de nette mensen zijn, want de oligarch en dictator die zij sponsoren, die gebruikt Kalashnikovs en Molotov cocktails. Weet je wel, dus. Een krantje door de bus met wat informatie. Als je zulke symbolen ophangt, dan smeek je er echt om. De Oekraïense / Westerse dictator die zij steunen en wellicht sponsoren, die voorziet ex-gedetineerden van AK's en Molotov cocktails. Ja, geen wonder dat er dan per ongeluk kerncentrales in de fik worden gestoken en dat ze hun eigen volk afslachten. Oh, wat deugen jullie weer. Wat dacht je van Jemen? Oh nee, laat maar. Dat is ook een genocide dat gefinancierd wordt door jullie leiders. Met ons belastinggeld. Nogmaals, jullie leiders. Niet de mijne. Niet namens mij. Ik heb er niet op gestemd. We zijn dus een nazistad geworden. Ja. We gaan er afhalen. Hè? We gaan er weer afhalen. De plan. Ik ga hem weer afhalen. Ja, dat is niet te lang. Ik ga hem weer afhalen. Nee, die vlag gaat eraf. Ja, is goed. Is er iets? Ja, hij mag af. Maar kan ik je ergens mee helpen? Ja, hij mag echt af. Ik heb jou niet uitgenodigd. Wie ben je eigenlijk? Ben je een antistalk of zo? Moet de politie bellen? Dictator Zelensky, die criminelen uit de bak laat, censureert de lockdowns en zijn eigen volk afmaakt. Je mag je kapot schamen, niet wegrennen, hè, Azov. Duitsland financiert de genocide in Jemen. Jij staat achter dit soort gasten. Hier scheiden onze wegen.